Jill Bekelaar bezorgt iedere vrijdag verstandelijk gehandicapten de avond van hun leven tijdens de paardrijles op Waterschlei in Sittard. In het begin had ik wel zoiets van, even kijken hoe het gaat. Ja, je bent in het gewone leven niet echt gewend om met mensen om te gaan met een handicap. Maar ik ben hier gekomen en je ziet gewoon hoe de mensen gaan stralen als ze op het paard zitten. En toen had ik zoiets van, dit is geweldig. Dit moet voor eigenlijk voor iedereen mogelijk zijn. Ze is super enthousiast. Ze doet het werk super goed en ze rolde er heel makkelijk in. En ze was in die tijd dat ze begon hier ook de jongste van ons. En ja, ook die leeftijd, dat ze toch op die leeftijd dat toch allemaal meedoet, vind ik toch wel heel erg. En ze doet het echt super goed. Met school en alles heb ik het gewoon altijd super druk. En dan hier en dan heb ik zoiets van, adem. Sowieso heb ik altijd bedpaarden, dat is gewoon altijd een hobby van me geweest. Maar ook ja, je doet het ook voor de medemens. En dat maakt me gewoon gelukkig. Hoe hoorde Jill eigenlijk dat ze genomineerd is voor de vrijwilligersprijzen? Ik werd eigenlijk gebeld. Gewoon in één keer. En toen had ik zoiets van, oh, oké, okay. Dat is cool, dat is vet. Het was eigenlijk wel heel erg grappig, want ze kwam... Wanneer was het geweest? Toen ze in ieder geval het horen had gekregen dat ze genomineerd was, kwam ze toen binnen met, oh, een cameraploeg is hier geweest. En dat vond ze wel heel erg leuk. Heel enthousiast. Ze was ook iedereen alles aan het vertellen van, hey, ik ben genomineerd. En ze wist niet eens wie, waardoor dat dan kwam. Dus toen ze het horen kreeg dat ik er dan opgegeven. Dat vond ze echt heel erg leuk. Ja, dat is gewoon enorme publiciteit voor de vereniging. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Stem op Jill via www.devrijwilligersprijs.nl.